Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2021 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder in Engeland. Groot-Brittannië staat op het programma. De afgelopen, hoeveel is het? I don't know. Zoveel wedstrijden telkens gewonnen. 2 wedstrijden niet als snelste race rond het punt gepakt. Dat is jammer. Max, ja, maar 3 keer op het podium gestaan. Jammer, maar dat moet vandaag dan worden het verbeterd. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media. En zie je dan schaven op Instagram, Twitter en Facebook. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie hier in Q1. We zijn aanbeland bij de kwalificatie natuurlijk op het bewolkte Silverstone Circuit. In Silverstone natuurlijk, wat een verrassing. En ja, dan verwacht ik hier gewoon mooi door te kunnen komen naar Q2. Silverstone is niet mijn beste circuit om op te rijden. Ik heb daar wat moeite mee met de controller om goed in te sturen. We hebben wat, minder voordeel dan de AI. Want de AI kan hier gewoon vol gas, ja dat kunnen wij hier gewoon niet. Dan zijn we aanbeland bij het einde van onze eerste run in Q1. Die gaat helemaal slecht. Kijk maar, we schieten gewoon een aantal keren helemaal door. En dan rijden wij een 1.26.2 op naar de zesde tijd is dat dus. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. En dat gaan we ook doen. Jazeker. Tweede run hier in Silverstone in Q1 op naar, tenminste hoop ik, door naar Q2. Weg van die P15. Daar staan we inmiddels op. Dus dat is foute boel. En moeten ons dus gaan zien te verbeteren. Dat gaat nogal lastig. Kijk maar. Want ja, rood bij de Delta. Wat ik al zei. Het is gewoon niet mijn circuit. Ik heb daar gewoon moeite mee. Ongeveer 1,5 minuut op de klok. Toen besefte ik hier ook. Oh shit. Mijn ERS stond niet aan. Dus ja. Geen wonder dat je dus geen snelle tijd kon neerzetten. Wat betekent opnieuw een rondje gaan doen in Q1. 3 ronden op deze oude softbanden. Ja, dat is niet goed. Gelukkig hebben wij nog 3 sets over. Want 1 setje gebruiken wij niet. Je ziet al gelijk het verschil als wij de ERS hebben openstaan. Groen bij de Delta. Jazeker. De vlag hangt uit hier in Q1. Komen wij bij start finish aan. En dat is van P18 naar Q2. Want we zijn door. Dus dat is goed om te zien. Op naar Q2 met nog ongeveer 2 minuten op de klok. Ik heb besloten om als laatste naar buiten te duiken. Om ja, op een verse set mijn laatste run te gaan noteren. Dan hebben we een set over. Ik laat even genoeg ruimte voor de jongens voor mij. Die buiten de pitstraat nu op het circuit aankomen razen. In hun outlap. Dus daar hebben wij geen last van. Eerste bocht nemen wij gewoon heel mooi. Vol gas is het daar. Flat out ook wel genoemd. Tweede bocht en derde bocht missen wij wat. Daar missen wij wat de apex. We hebben hier dan Yuki Tsunoda. Die in een outlap zit. Die laat er ons niet voorbij. En dan doen we even dit. Om er toch voorbij te mogen. Schieten hier gewoon wat door. Krijgen een track limit waarschuwing aan onze broek. Verpest ik hier gewoon die hele bocht. Een combinatie. Die zijn gewoon helemaal weggegooid. Maar dat is wel de snelste tijd met een 1.24.7. Jazeker. We stappen op P3. Norris op P2. Tsunoda dus op P4. Hamilton op P5. En dan is het tijd voor het laatste deel van de kwalificatie in Q3. Met ongeveer 2 minuten op de klok. Gaan we kijken of we naar de pole position kunnen toerijden. Het gaat lastig worden. Zeker. Met Verstappen, zeker met Lando Norris. De Brit wil hier gaan zegevieren voor zijn thuispubliek. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Ik hier wat door krijgen, ook een track limit waarschuwing aan onze broek. Met nog ongeveer 50 seconden op de klok. Verpesten hier gewoon weer die laatste bocht. Sorry, die ene laatste bocht. Maar dat is wel de pole position met een 1.24.8. Pakken hem af van Lando Norris. Dus de Brit is niet blij. We gaan gewoon nog een keer een ronde neerzetten om te kijken of wij ons kunnen verbeteren. Voorlopig hebben wij de pole position in handen. Groen
Bij de Delta, jazeker, groen bij de Delta, dus dat is goed om te zien. Zijn dolvissen naar een P8, missen hier opnieuw die apex. En zet een paars in sector 3 neer. Waar brengt dat ons op dit moment? Dat is een... Een P3 op een tiende van Checo Perez. Norris stelt teleur. Hamilton stelt teleur voor eigen publiek. Verstappen stelt teleur voor mijn team. Maar Perez op pole, Bottas 2 en wij dus op P3. Dat belooft wat voor de grote prijs van Engeland voor My Team Career Mode aflevering 75. Welcome along then to Great Britain and the Great Silverstone Circuit for today's Grand Prix. The 3.6 miles of the Silverstone Circuit in Great Britain is hallowed ground to the Formula One faithful. We have 18 corners that wrap around this former World War II airbase and some good passing opportunities at the end of the DRS zones. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Sergio Perez will lead us away from pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Hamilton, Lando Norris and Verstappen, Ricciardo, Sainz, Leclerc and Guan Yu Zhou, Russell, Ocon, Yuki Tsunoda and Gasly, Giovinazzi, Latifi, Callum Ilott and Christian Lundgaard. Stroll, Mick Schumacher, Armstrong. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. Een eenstopper. Soft, medium, nemen wat minder fuel meer dan normaal. Om wat sneller te zijn bij de start. We gaan gewoon beginnen voor carrière aflevering 75 hier in de Verenigde Koninkrijk natuurlijk. We zetten op een P3 voor ons Perez en Bottas. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En hebben al wat wheels binnen en komen slecht weg. Hamilton zit aan onze binnenkant. Ook Verstappen is goed weg. En Hamilton wordt daar afgeknepen. Verstappen wordt daar gewoon flink geblokkeerd. Bottas pakt de leiding van Perez af. Goed gedaan. Dan hebben we hier een betere lijn. En dan vallen we daar Perez aan. Het is geel en we toucheren Bottas helaas. Bottas getoucheerd. Wolfvleugel wat beschadigd geraakt. En krijgen een waarschuwing vanwege de touche. Maar pakken wel op die manier de leiding in de openingsronde van de wedstrijd. Niet op de manier waarop het hoort. Wel op de manier die de FIA het toelaat. Maar ik merk al gelijk dat mijn voorvleugel wat beschadigd is. En Bottas zit al gelijk weer aan te dringen bij ons. Het gat is minder dan 3/10. Wordt inmiddels minder dan 1/10. Nee, nu loopt het weer wat uit. Maar Bottas heeft hier zijn overtakeknop aan staan. Kijk naar de buitenkant van Kops. Het was een Kops. Ik weet eigenlijk niet wat het was. En dan is het de orde hersteld. En dat gat is nu opgelopen tot 15e. We zitten in ronde nummer 2 als Valtteri Bottas weer bij ons is toegedrongen voor de leiding in de wedstrijd. Ze prutsen daar die eerste bocht. Maar Bottas kan hier helemaal niks. Ziet er wel een klein beetje door. Dat ziet Bottas, die profiteert ervan. Bijna wielbengen tussen ons tweeën, want ik laat hem heel erg bij het lopen. Daardoor kan Perez profiteren. En Perez en Bottas knokken nu samen om P2. Wij gaan hier gelijk van onze lijn. Om de slipstream te breken. Het zet de paars in sector 1 neer. Zijn 2,8 seconden sneller. Dus dat is goed om te zien. We gaan een klein beetje wijd. Bij Lefield. En dan zometeen Kops. Waar Hamilton Verstappen er keihard heeft afgeramd. En vorig jaar volgens mij. Daar zit Bottas dan aan die buitenkant. Maar hij kan er niet voorbij. We gaan daar een klein beetje wijd. Blokkeren daar Perez. En Bottas en Norris hebben het met elkaar aan de stok voor het podium. Hamilton op P5 wil hier zijn thuispubliek gaan belonen. Heeft nog nooit in deze career mode gewonnen op zijn thuispubliek. Dus dat wordt heel pijnlijk.
En Stroll pakt als snelste race ronde af met een 1.28.6. Is een tiende sneller. En we zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. DRS is al een ronde lang ingeschakeld door de race director. DRS op 2 seconden gezet. Norris op 3. Op P3. Bottas op P4. Hamilton op P5. En wij noteren groen in sector 1. Zijn 63.000ste sneller. We zitten in ronde nummer 5 als we daar Lando Norris hebben. Want Perez is naar binnen gedoken voor een nieuwe neus. Geen idee wat daar is gebeurd. Maar dit keer zit Lando Norris te kijken. Probeert het daar, maar dat lukt net niet. Heeft hier zometeen wel DRS tot zijn beschikking. Wij dus niet. En gaan wat van onze racelijn afwijken. En Norris kan er niet voorbij. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als we nog altijd Lando Norris achter ons hebben. Dat gat is een tiende. En hij zit aan de buitenkant. Is er voorbij. Maar we laten hem uitlopen. Jazeker, de auto uit laten rollen. En Norris helemaal wijd geduwd. Bottas op P3. Hamilton op P4. Verstappen op P5. Heeft als snelste race 100 punt in handen. Dan gaan we op naar Cops Corner. Norris kijkt, maar durft hem er niet ernaast te zetten. Is nog even geduldig. Hier dan, aan de buitenkant, proberen. Dat gaat zomaar niet en Norris moet eieren voor zijn geld kiezen. En dat gat is opgelopen tot 15e. Dus een beetje lucht voor ons, maar we moeten gefocust blijven. Ronde nummer 7 is het alweer. Als Valtteri Bottas naar ons is toegereden, hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. En we maken een klein foutje, Norris ziet dat. Wij gaan extreem hard verdedigen. En hier weer hetzelfde verhaal, Norris moet echt even oppassen. Is ook gelijk de aansluiting met mezelf helemaal weg, helemaal kwijt. En moet zo meteen een ronde opnieuw proberen in ronde nummer 8. We zitten in ronde nummer 7, nog 21 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus de race is nog lang. Perez rijdt helemaal achteraan. Norris ziet dat wij daar een beetje wijd gaan, maar wordt geblokkeerd. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd als Norris het daar probeert. Ook Bottas zit te kijken. En daar, Bottas kijkt daar gewoon aan die binnenkant. Terwijl daar geen ruimte was en Bottas spint. Nieuwe strategie is beschikbaar om in deze ronde naar binnen te duiken. En we hebben de eerste safety car van de dag. Ja, meerdere auto's staan daar stil. En we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Gaan dus niet voor een nieuwe neus. Want dat kost ons alleen maar meer tijd. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon de leiding behouden in deze wedstrijd. De pitstraat is hier extreem lang. Voordeel is dat hier een safety car nu ter plekke is. En iedereen duikt naar binnen. Dus dubbele pitstops worden gemaakt. Ook Max is naar binnen gedoken. 2,6 is de pitstop en komen mooi op P1 weer de baan op. Max is naar binnen. Echt, bijna iedereen is naar binnen. Iedereen is naar binnen gedoken, dus er verandert niet zo heel veel. Ocon naar P3, knap hoor. Zhou naar P5. Leclerc terug naar P4. Norris op P2. Ocon dus op het podium. Perez uitgevallen. Perez uitgevallen. Oké. De Mexicaan houdt het voor gezien. De Red Bull trekt het niet meer. En daar staat de Aston Martin van Bernd Mailänder op ons te wachten. En in ronde nummer 9 gaan we achter de safety car rondjes rijden. Aan boord bij Perez. Hij houdt er gewoon in één keer mee op. Oh, hij rijdt weer. Perez rijdt weer. Daar is een probleem met... Wat is het eigenlijk? Met software? Want hij hapert steeds. Is het hier dan gedaan? Nee, hij rijdt gewoon nog. Maar niet helemaal zoals het hoort. Hier lijkt alles nog goed te gaan. Perez doet iets met de auto. Wat niet oké is. Wat ook niet normaal is. Want dit hoort een Formule 1 auto niet te doen.
langzaam gaan, dan weer gas bijgeven op volle snelheid, dan weer langzaam gaan, dat en dan weer snelheid geven en afnemen, dat hoort gewoon niet. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar tot nu toe lijkt het allemaal goed te gaan met Perez in ronde nummer 8. Bij Maggots en Beckett komen wij dan aan. Hier lijkt alles gewoon nog goed. 100% te werken. Is het dan bij Stowe gebeurd? Hiro. Uitkomen Stowe. Op volle snelheid. In zijn 5. Oh, hier is het dan wel gedaan. Ja, hier is het dan echt gedaan met de auto van Perez. Uitvalbeurt nummer 1 voor de Mexicaan. In de grote prijs van Engeland. De safety car is alweer naar binnen gedoken in ronde nummer 11. En Ocon en Norris hebben het met elkaar aan de stok. Die knokken om P2. Wij moeten proberen weg te rijden van die twee. Leclerc op een P4. Zhou op een P5. Verstappen is weer in het groepje gekomen door de safety car. En hebben last van mijn voorvleugel die wat beschadigd is. Ocon en Norris, zij aan zij in Maggots en Beckett's. En Norris komt daar als bovenop. Was dat even close? Want ik voelde een tikje op mijn linker achterwiel. Daar zat dus Lando Norris. Die heeft Ocon te grazen genomen voor P2. MGUK heeft wat problemen. Onze ERS-mode moet wat worden verlaagd. Ocon kijkt naar de buitenkant. Schiet er een klein beetje door. Leclerc op het podium. Norris terugverwezen naar P4. En we zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. De beide hazen rijden trouwens nog. Dus dat is opmerkelijk. Dat dat kan en mag. Ja, niet mag. Maar ik vind het gewoon opmerkelijk. Ocon dus op een P2. Leclerc op een P3, Norris op een P4, Zhou dus op een P5. Wij dus nog steeds aan de leiding. Verstappen rijdt nog gewoon in de punten. En we zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Als we daar weer iets te wijd gaan. En daar zit Ocon aan die buitenkant. Nee, het is Charles Leclerc die aan de buitenkant zit. Maar kan er niet langs. Ocon terugverwezen naar P4. Norris dit keer naar het podium. P3. En we zitten over de helft. Nog 12 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus we gaan de wedstrijd hierop uitproberen te rijden. Als dat lukt. Zhou op een P5 doet hij goed. En Mazepin rijdt in de punten. Daar vallen Lando Norris ons aan. Maar wij verdedigen gewoon scherp Yuki Tsunoda naar het podium in ronde nummer 17. Er zijn nog 9 rondes te gaan. Tsunoda probeert die leiding af te pakken. Komen we hier bij Cops Corner. Hier lukt het niet, want wij houden de auto mooi breed. Maar Tsunoda zit er wel klaar voor om die leiding van ons te pakken. Lukt dat ook? Dat is de vraag. Norris en Verstappen knokken samen op een podium. Dat zou vet zijn als Max hier het podium betreedt voor mijn team. Kunnen we een dubbel podium pakken? We gaan al gelijk van onze lijn hier om Yuki Tsunoda proberen af te stoppen. Hij kijkt naar de buitenkant. Dat lukt. Jazeker, maar daar zit Tsunoda aan die binnenkant. We verdedigen hier. En Tsunoda is gespind. Yuki Tsunoda gespind in de laatste bocht. Daar is iets gebeurd. Heel veel auto's staan er stil. Weer een safety car op de baan. Geroepen. Mick Schumacher uitgevallen. Gasly en Verstappen krijgen een 5 seconden tijdstraf. Ricciardo Hamilton uitgevallen in de wedstrijd. Een raar moment wat daar is gebeurd. En daar is dan dus weer Bernd Mailänder die ons weer gaat opvangen. Gasly en Verstappen met een tijdstraf van 5 seconden. Herhaling bij Yuki Tsunoda. Die gaat hier naar de binnenkant. Wij gooien hier de deur dicht. Tsunoda komt op dat broodje terecht. Spint op onze zijkant. En heel veel mensen verliezen hun voorvleugel. Dit ziet Norris. Oh, er knallen veel mensen erachterop. Schumacher uitgevallen. Ricciardo uitgevallen. Aan boord bij Lundgaard. Ja, die knalt. Oh, ook Lewis Hamilton uitgevallen in de wedstrijd. Lewis Hamilton voor zijn thuisrace uitgevallen. Wat een krankzinnige wedstrijd hier in Silverstone. En we zitten in ronde nummer 22. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd.
Wat de hel gebeurt hier in Silverstone? Safety car duikt weer naar binnen. Met nog 4 rondjes te gaan, gaan wij het tempo bepalen. We stappen naar binnen geweest voor de soft banden, dus die rijdt niet in de punten. Eilert in de punten, P5. Gasly op het podium, maar die heeft een 5 seconden tijdstraf, dus die gaat ver terugvallen. Mazepin rijdt volgens mij in de punten. Jazeker, Nikita Mazepin in de punten. Nog 17 auto's in het veld. We gaan het hier lekker rustig aandoen en kijken of Gasly wakker is. Achterbandjes gewoon mooi opwarmen zoals het hoort. Maar een krankzinnige wedstrijd. Niet normaal. Komen we zo meteen aan bij de laatste bocht. Heel veel schade op het circuit. Oppassen, want je kan hier een lekker band krijgen. Dus dat is echt even uitkijken waar je rijdt. Gaan hier nog niet op het gas. En gaan zo meteen ronde nummer 23 alweer in. De safety car is gewoon naar binnen gedoken. In de pitstraat staat hij weer te wachten. Voor opnieuw iets chaotisch. En we gaan hier op het gas. En Gasly is niet wakker gebleven. Maar weet wel, we hebben vol vleugelschade opgelopen in de eerste ronde. Dus de bochten kunnen wij niet voluit nemen. En daar kan Gasly profiteren. Nog 4 rondjes te gaan, inclusief deze. Bottas op P3, ruikt. Gasly op P2. En Gasly wou er even aanvallen, maar dat lukte niet. En daardoor kijkt Bottas gelijk bij Gasly. Even oppassen hier, Bottas voorbij aan Gasly. Jazeker. Wij duwen daar Bottas mooi weer wijd. En daardoor pakt Gasly Bottas weer terug. Oh, Gasly gespind. Pierre Gasly weg in de grote prijs. Staat daar stil. En rijdt weer. Gasly moet helemaal van achteraan beginnen. Groene vlag wordt gezwaaid. We kunnen weer racen hier in Silverstone. Dus dat is goed om te zien. Weer een safety car. Oh mijn god. Weer een safety car. Voor wat? Voor wat krijgen we nou weer een safety car? Wat de hel gebeurt hier nou weer? Oh mijn god. Met nog 3 rondjes te gaan hebben we opnieuw een safety car. Wat gaat Ben Mylander doen? Gaat hij een rondje rijden en dan weer terug naar binnen? Of gaat hij tot de vlag rijden? Wat een krankzinnige wedstrijd. Heel veel troep hier die nog niet is weggeruimd door de marshals. Dus we moeten daar even zigzaggen en we gaan ronde nummer 24 alweer in. En Bert Mylander staat ons op te wachten. Voor wat? Voor een spin. Ik denk dat de FIA zijn lesje heeft geleerd van de eerste 2 safety car fases volgens mij. Het zijn er in ieder geval heel veel die we hebben gehad vandaag. Maar we rijden nog steeds aan de leiding. Zhou op P5, Bottas op P2, Norris op het podium. Eilert knap. P4 voor Williams. En kan misschien naar het podium met nog 2 rondes te gaan. Dit wordt maar nog een partijtje racen. Voor de laatste 2 rondes een soort van sprintrace krijgen we. Wie is het beste onderweg zometeen als de safety car naar binnen duikt? Dat is de vraag. En de safety car duikt weer naar binnen in diezelfde ronde. Dus de safety car is voor 1 rondje het circuit opgereden. Voor helemaal niks. Tijdverspilling, maar goed, dat is mijn mening. Daar kan ik niks aan veranderen. Nou goed, ik wou er iets aan veranderen, maar ik ben geen FIA, dus ja. Daar schiet ook niks meer op. Anyway, door naar de wedstrijd, ronde nummer 24. De safety car dus in pit lane. We gaan weer racen met nog 2 rondes te gaan. Bottas zit achter ons te kijken, dat gat is 16e. Norris op P3. Eilert op P4, Zhou op P5 en heeft die softband. Dus Zhou kan hier uitstekend profiteren. De vraag is alleen, hoe goed zijn wij weg? Hoe goed is Bottas weg? En wanneer kan er nog iets anders gaan gebeuren met nog 2 rondes te gaan? Ook uitkijking voor de troep die daar nog steeds ligt. Van de chaos in ronde nummer, 17. Die nog steeds niet is opgeruimd. We doen het hier rustig aan. Gaan de banden opwarmen. En gaan hier op het gas en Bottas is niet wakker gebleven, maar we hebben voorvleugelschade. En daardoor kan Bottas weer naar ons toe rijden in ronde nummer 25. Dus nog 2 rondes te gaan, inclusief deze. Bottas zit te kijken, Mazepin rijdt in de punten voor Haas. Jazeker, dat doet hij goed. Want Schumacher is uitgevallen.
En Bottas zit te kijken. Doet er een aanval aan die buitenkant. Lukt dat? Nee, want we gaan weer naar de racelijn toe. Bottas zit wel te kijken daar. Raken elkaar daar. Toucheren elkaar daar gewoon. Norris op P2. Eilert naar het podium. We zitten eindronde nummer 25. Als Bottas weer naar P3 is. Norris naar P2. We gaan zo meteen de laatste raceronde alweer in. Norris doet daar een aanval voor de leiding. Kan er niet voorbij. Zit even klem. Gaan daar iets te wijd. En Norris naar P1. Voorlopig. Oh, raken elkaar daar wel. Toucheren elkaar daar. Meerdere keren. Daar nogmaals is het raak. Beuken. Norris gewoon van de baan. Bottas naar binnen gedoken voor een nieuwe neus. Eilert naar P3. Laatste ronde loopt. Zhou naar P4. Mazepin naar P5. Gaat belangrijke punten binnenhalen voor Haas als hij het zo volhoudt. Norris met een kapotte voorvleugel. Die gaat de rest ophouden. Dat betekent dat wij de wedstrijd hier gaan winnen. Jazeker. Knap hoor. Wij gaan hier de wedstrijd winnen. Eilert naar het podium. Norris naar P3. Goed gedaan. Op naar de volgende wedstrijd. In Spa-Francorchamps. Plenty of action here at Silverstone. It was a memorable race and what an impressive victory. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Engeland. Callum Eilert pakt zijn allereerste punten voor en podium voor Williams. Goed gedaan. Goed gedaan voor Callum Eilert. Applausje waard. Norris naar P3. Zhou op P4. Armstrong. Dubbele puntenfinish voor Williams. Goed gedaan. P5. Leclerc 6. Ocon 7. Verstappen toch nog naar een P8. Stroll 9. En Nikita Mazepin pakt zijn allereerste punten voor Haas. Pakt ook zijn allereerste punten uit zijn carrière. Pakt Mick Schumacher in het klassement. Wie had dat gedacht? Nikita Mazepin pakt een punt voor Haas. Hoe goed is dat? Uitstekend. Heeft wel geprofiteerd van de chaos. Maar goed, je moet er zijn. Sowieso. Je moet er zijn. Hoeveel uitvallers? Heel veel. Heel veel uitvallers. En Gasly heeft ook een 5 seconden tijdstraf gekregen. Stuk of 5 uitvallers volgens mij. En 109 punten viel naar Verstappen. En die Mazepin na V19. En Haas pakt Alfa Romeo. Goed hoor. Heel goed gedaan. Ja, die rivaliteit breekt down met Ricciardo en mijzelf. Ja, het is eigenlijk al voor mij. Dat weet je sowieso al. Het teamacclaim is gewoon steady zoals het hoort. We hebben ook veel cash binnengekregen van de sponsoren. Dus dat is goed om te zien. Maar we kunnen helemaal niks upgraden. $3.07 miljoen erbij geschreven. Dat is dus in totaal. Ja, helaas wat schade gereden. Ik meer dan Max. In totaal $220.08 miljoen op de bank. We kunnen er niks mee. Want alle faciliteiten zijn volledig geupgraded. Dus is het gewoon sparen totdat er iets vreemds gebeurt, ik noem maar wat. Je weet me nooit. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Abonneer gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Karim content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video gewoon als jij hem leuk vond. Wat ik net al heb verteld. Volg me even op de sociale media, @JanAnSchaven. En druk vooral op die rode abonneerknop, mensen. Doe het gewoon. Gun mij gewoon niet op de neus. Zou vet zijn als je dat zou doen. Dan zou ik zeggen,
Dit was de journal, mensen. Tot volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Daar verder in België. Tot de volgende keer.